harte welkom bij deze uitzending van het Synodecafé. 2 jaar geleden is het alweer dat Paus Franciscus het synodaal proces in gang heeft gezet. Afgelopen jaar in oktober was er een wereldwijde bijeenkomst in Rome waar heel veel is besproken en we weten daar nu ook de uitslagen van. En de komende tijd gaan we daarmee aan de slag. We gaan erover in gesprek met elkaar. Daartoe zijn we uitgenodigd, zodat in oktober dit jaar weer een nieuwe bijeenkomst in Rome kan plaatsvinden. Weer met jullie inbreng. We hebben voor dit Synodecafé een aantal mooie gasten uitgenodigd die elk vanuit hun eigen invalshoek hier meer over kunnen vertellen. Over dit hele synodale proces. We zijn er ontzettend blij mee. En wij zijn er weer. Mijn naam is Nadia Kroon en ik ben theoloog en zuster Dominica Nes. En naast mij staat theoloog Daan Savert. Klopt. Daan, valt er nog iets te vertellen over de opzet van de livestream? Ja, zeker. Want ook dit keer is het weer mogelijk om te reageren, om mee te praten en ook vragen te stellen. Dus rechts van je scherm vind je een balk en daarin kun je je vragen en opmerkingen kwijt. En daar zit Karin Bornheim en zij zal haar best doen om deze vragen aan ons door te geven. En dan zullen wij ons best doen om die vragen ook te beantwoorden. Dus doe vooral mee. En dan zal ik eerst een kaars aansteken, ook als teken van de aanwezigheid van de geest bij dit synodecafé. Kijk eens wat brandt die mooi. En op tijd voor de introductie van onze eerste gast. Anton de Wit, jullie kennen hem, hij is hier vaker geweest. Journalist en hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Anton, wat fijn dat je hier weer bent. Het is weer genoeg om er te zijn. Ja, geweldig. En de laatste keer dat we elkaar spraken, was nog tijdens de bijeenkomst vorige keer in oktober. Ja, toen was nog gaande, hè? Ja, toen was alles nog gaande. Ja. En wat is de opbrengst van die bijeenkomst geweest? Wat kun je ons daarover vertellen? Nou, er is in ieder geval een prachtig synthesedocument geschreven waarin al die grote thema's die daar in Rome aan tafel zijn besproken door al die bisschoppen en leken wereldwijd die verzameld waren, is een samenvatting van gemaakt. En daar zijn we weer mee naar huis gestuurd, hè? Want het is natuurlijk nog niet het einde van de synode. Dat is pas in oktober dit jaar, dan komt de laatste sessie. We kregen huiswerk mee. En dat huiswerk was eigenlijk vooralsnog een beetje onduidelijk. De thema's waren helder. Dus het synthesedocument noemde een aantal grote thema's die besproken waren. Nou, daar zullen we straks nog wel veel meer over horen. Maar het opmerkelijke was dat niemand precies wist hoe we dan vervolgens naar de volgende sessie toe moesten. Dus er was nog niet echt een concrete opdracht. Die kwam pas in december. Toen werd er een routekaart vanuit Rome, vanuit het synodebureau de wereld ingezonden. Een routekaart van op weg naar de laatste sessie in oktober 2024 in Rome. Waarbij dus eigenlijk de bal weer terug werd gelegd bij de bisschoppenconferenties, bij de bisdommen, bij de parochies, bij ons allemaal als gelovigen om het gesprek weer aan te gaan. Nou, daar zijn nieuwe luistersessies eigenlijk voorgesteld. Dus we mogen weer met elkaar in gesprek, wat we op een vrij korte termijn moeten gaan doen. Dus in december werd dat aangekondigd. Nou ja, dan is er natuurlijk weinig tijd om met de kerstdrukte nog serieus iets te doen. Dus nu zijn de bisdommen daarmee bezig. Ik zal straks Monsieur de Korte wel meer over vertellen. En dat moet alweer in mei in Rome zijn. Dus dan gaan we op naar die laatste sessie in Rome. Dus het informeren van de mensen in deze cruciale periode zal heel belangrijk zijn. Ja. Hoe geven jullie hier aandacht aan in het Katholiek Nieuwsblad? Eigenlijk door heel consequent deze stappen te volgen en ook te kijken. Wat ik het mooie vind is dat in het synthesedocument een aantal hele concrete thema's wordt genoemd. Er worden vrij concrete dingen gezegd over bijvoorbeeld hoe seminaries omgaan met de vorming van priesters in deze synodale geest. Nou ja, dat geeft ons de mogelijkheid om naar de seminaries te bellen en te zeggen van wat doen jullie ermee? Hoe gaan jullie ermee aan de slag? Dus dat is het wat we nu in gang aan het zetten zijn. We zijn nu aan het bellen met alle bisdommen van hoe gaan jullie het binnen jullie bisdom vormgeven, de hernieuwde sessies. En daar blijven we verslag van doen.
Ja, het klinkt alsof je echt je vinger aan de pols hebt zo in Nederland. We doen ons best. Ja. Het is wel de bedoeling. Ja, ja, het was de bedoeling. Ja. Nee, en heb je ook een beetje het idee dat het leeft in Nederland? Nee, helemaal voor geen meter. Oh ja, 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 helaas. Nee, laat ik er eerlijk over zijn. Nee, nou ja, ook bij sommige van de bisdommen zeiden de woordvoerders heel eerlijk. Wij hebben het idee dat het maar beperkt leeft. En natuurlijk, je hebt weerstand. Mensen die met argusogen naar het synodale proces kijken, die denken, ja, maar het gaat over allemaal veranderingen en ik wil die veranderingen niet. Dat is één ding. Ik denk dat dat ook nog niet het echte probleem is. Het probleem is ook onverschilligheid bij mensen. Dat het te moeilijk is, het gevoel van het is boven mijn pet, terwijl het eigenlijk gaat over de vraag, hoe zijn wij met elkaar kerk? Ja, hoe ja. Luisteren we naar elkaar? Juist in deze tijden waarin er zo verschillend over allerlei belangrijke onderwerpen wordt nagedacht. Onze kerk is een verzamelplaats van mensen met de meest uiteenlopende meningen. Hoe gaan wij het gesprek met elkaar aan? Hoe luisteren we naar elkaar? Hoe verstaan we elkaar? Zonder elkaar de tent uit te vechten, maar met respect en echte, oprechte interesse. Daar gaat het over. En mensen houden een beetje af, heb ik het idee. Ook onze berichtgeving erover, in alle eerlijkheid, het zijn nooit, op onze website kunnen we dat zien, hè? We hebben een afdeling gemaakt, een synode-categorie waar alle berichten over de synode worden verzameld. Gaan we naar de statistieken kijken, zijn dat nooit de populairste berichten. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Toch blijven wij aandacht aan besteden, omdat we denken dat het belangrijk is. En omdat ik denk dat het ook onze opdracht is als een katholiek nieuwsblad om een platform te bieden aan die synodale gesprekken. Dus we blijven het doen. Maar in alle eerlijkheid, ik vind het wel eens ontmoedigend om te zien dat er zoveel desinteresse met name is. Kritiek is één ding. Dat is als mensen zeggen van ik vind het helemaal niks, prima. Maar zeg dat dan en leg het uit en ga het gesprek mee aan. Maar mensen die er de schouders voor ophalen, hoe gaan we daarmee om? Dat vind ik de eigenlijke uitdaging. En dat is trouwens ook wel de opgave die door Rome aan de bisdommen werd meegegeven. Ze zeiden, jullie hebben in die luisterfase hele belangrijke dingen gedaan, maar jullie hebben niet iedereen bereikt. Dus ga nou met name aandacht besteden aan die randgroepen, aan de jongeren, aan mensen in de marge van de samenleving, zoals het dan heet. En zorg dat die ook hun stem kunnen laten horen. Ik ben heel erg benieuwd of dat dit keer gaat lukken. Ja, en ik zie aan jou, jij wilt je er heel erg voor inzetten, je bent enthousiast. Ja. En wat motiveert jou persoonlijk? Je zei al iets over van dat mensen dan leren luisteren naar elkaar. Kun je daar nog iets meer over zeggen, van wat jou nou zo vurig maakt hier aan tafel? Ja, voor mijn idee is dit het wezen van kerk zijn. In meningsverschillen met elkaar omgaan. Ik vind het eigenlijk een soort voorbeeld voor de gepolariseerde samenleving die wij als kerk kunnen geven. Want juist in een kerk, we leven in een tijd van allerlei bubbels, sociale media bubbels, waarin we op basis van een paar particuliere interesses elkaar vinden en alleen maar gelijkgestemden treffen. Maar zit ik op zondag in de kerkbanken, dan zit er bijna niemand uit mijn bubbel die dezelfde interesses, dezelfde politieke voorkeur heeft. De kerk is bij uitstek een plek die de bubbels doorbreekt. En dat is ook wat synodaliteit is. En dat is wat mij drijft om het te blijven doen en om te zeggen van mensen, zo kunnen we met elkaar ook omgaan. En we moeten daar als kerk het goede voorbeeld aan geven. Geweldig. Dus dat motiveert mij om er werk van te maken. Ik begrijp dat we een vraag hebben gekregen. Okay. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Een van de luisteraars die zegt, ik heb niet het gevoel dat er mensen onverschillig zijn voor het synodaalproces. Is er wel genoeg medewerking vanuit de pastores? Of toch weerstand vanuit daaruit? Ja, natuurlijk, dat bestaat ook. Oh ja, we zullen even de vraag herhalen, want misschien is die niet helemaal goed gehoord. Dus er is iemand die vraagt via onze livestream. Ik heb niet het idee, zegt diegene, dat de onverschilligheid vooral bij de mensen in de parochies is. Maar dat er een aantal pastoren zijn die niet helemaal mee willen gaan in het synodaal proces. Dus Anton, ja. Ten dele is dat zeker waar. Er bestaan ook priesters natuurlijk die met grote argwaan ernaar kijken of met onverschilligheid en de boot een beetje afhouden. Maar aan de andere kant hoor ik ook wel van mensen die in het pastoraat werken, in parochies werken, priesters, diakens, pastoraal werkers, die er met heel veel energie aan trekken en die ook moeite hebben om de mensen mee te krijgen of toch maar een klein clubje. We zijn wat dat betreft, merk je in dit soort gesprekken, zijn het vaak dezelfde mensen die meedoen en die er enthousiast voor zijn en het
gesprek gaande proberen te houden. Maar ja, we kunnen niet met de vinger wijzen van, oh, dat zijn dus de priesters die het niet willen of bisschoppen die het niet willen. Dat zou een, denk ik, ook een nodeloze of een vruchteloze manier van vingerwijzen zijn. Het zit bij ons allemaal. Ja. Ja. Het is niet makkelijk om dit gesprek gaande te houden. Het is aan ons allemaal. Dat is een geweldige conclusie voor dit gesprek. En Anton, dankjewel voor jouw inspirerende, enthousiaste woorden en voor jouw vinger aan de pols hier in Nederland. We blijven natuurlijk ook het proces volgen via het Katholiek Nieuwsblad. En dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En dan kregen wij de vorige keer de vraag of wij ook eens een keer een bisschop wilden uitnodigen hier in het Synodecafé. Nou, dat willen wij heel graag. En daarom zijn we ook heel blij dat Monsieur de Korte hier is aangeschoven. Bisschop van 's-Hertogenbosch. Monsieur de Korte, van harte welkom. Heel fijn dat u er bent. Graag gedaan. Ik dacht, voordat we het gaan hebben over allerlei details, als er nou iemand naar u toe komt en zegt, synodale proces, nooit van gehoord, wat zegt u dan? Nou, ik merk dat dat voor een aantal katholieken ook best een heel ingewikkeld woord is. Maar goed, als je het woord synode uitlegt, dat betekent letterlijk samen op weg. En dat is eigenlijk een soort samenvatting wat de kerk is. Hè? We zijn samen op weg naar God. We zijn al 2000 jaar als kerk op die weg. En we weten niet hoe lang die weg nog verder zal duren. En we zijn geroepen om na te denken over wat het nou betekent om kerk te zijn. En dat is eigenlijk wat, heel kort samengevat, wat het synodaal proces inhoudt. Dus samen op weg zijn als gelovigen, luisteren naar elkaar en nadenken over de grote thema's waar de kerk van vandaag en morgen mee te maken heeft. Oké, nou, dat is een heel mooi antwoord. Nou is uw collega Monsieur Hogenboom destijds naar Rome geweest in oktober. Hoe was het om naar zijn verhalen te luisteren als bisschop? In november was hij dus weer terug en heeft hij in de bisschoppenconferentie een verslag gedaan. En hij was echt enthousiast. Dus hij heeft daar 4 weken met andere bisschoppen en met andere gelovigen allerlei thema's besproken. En bracht dat met verve in de conferentie. En ik denk ook dat hij de andere bisschoppen daarmee ook geraakt heeft. En nou, daarna is een heel proces op gang gekomen om het synoderapport, om dat synthese-rapport ook zodanig te bewerken met een aantal vragen, dat mensen het ook kunnen behappen. Dus een grote tekst, 50, 60 pagina's. Dus voor veel mensen is dat net iets te veel gevraagd om dat te lezen. Dus we hebben nu, heel recent nog maar, een aantal vragen gestuurd, met name 4 thema's gestuurd. Ga daar met uw achterban over praten. En welke 4 thema's zijn dat? Dat gaat over de betekenis van ons doopsel. Mm-hmm. Dus wat betekent nou dat feit dat we gedoopt zijn? Ik denk dat het ook voor Paus Franciscus de reden was om het proces te starten. Het zit helemaal in de lijn van het laatste concilie. Dan zeggen ze, ja, de kerk bestaat uit gedoopten en door je doopsel heb je een verantwoordelijkheid voor de hele geloofsgemeenschap. En dat betekent ook dus dat hij ons nu uitnodigt om vanuit dat doopsel na te denken over de toekomst van de kerk. Het gaat over een verwelkomende kerk. Mm-hmm. Een kerk die voor iedereen is, hè? Dat is wat de paus voortdurend zegt, hè? Tutti, 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 of totus, totus, totus. In alle talen herhaalt hij dat. De kerk is er voor iedereen. De missionaire kerk. Synodaliteit en missionaire kerk hangen nauw met elkaar samen. Het gaat over hoe kunnen wij dat evangelie van Jezus, wat voor heel veel mensen onbekend is geworden, zeker in Nederland, hoe kun je daar wegen vinden om dat weer goed in beeld te brengen. En niet te vergeten, het 4e thema, de plaats van de vrouw in de zending van de kerk. Ja. Dus die thematiek van de vrouw, dat is ook in oktober heel sterk in beeld gekomen. Hoe kunnen wij in de wereldkerk de plaats van de vrouw ook recht doen? Het is een doopsel, verwelkomende kerk, missionaire kerk en de plaats van de vrouw. Dat zijn 4 thema's. Dat zijn nou goed, die thema's die worden breed verspreid onder iedereen. Maar hoe is het onder de bisschoppen? Praten jullie er onderling ook over? Nou, wij zijn vooral nu bezig geweest om onze achterbannen aan de gang te krijgen. Ja. En daar hebben we nog maar weinig tijd voor. Want we leven nu al half februari. En de diocesane rapporten die moeten al gemaakt zijn 1 mei. Okay. Dus tot 15 april kunnen de gremia in de bisdommen reageren. Dus de parochies, de raden die we hebben, alles en nog wat er functioneert. Dan hebben we 14 dagen de tijd om daar in 2 A4'tjes een samenvatting van te maken. Dan gaat dat naar Utrecht toe,
naar het secretariaat van de kerkprovincie. Daar hebben we weer 14 dagen de tijd om die diocesane rapporten bij elkaar te brengen. En dan heb je 15 mei een nationaal rapport en dat gaat naar Rome toe. Oké. Okay. Dat is heel kort samengevat, ja. De procedure. Ja. Dus we hebben nu zeg maar een paar maanden nog de tijd om, om onze achterbannen te motiveren om met die vier thema's die geselecteerd zijn aan de slag te gaan. Okay. Dus dit is het moment dat het inderdaad gaat plaatsvinden. En ja, hopen wij. Ja, ja. En kunt u iets meer vertellen over concrete acties die ondernomen zijn om de mensen aan de basis met elkaar in gesprek te krijgen? Nou, ik weet van sommige parochies die hebben al, los van wat nu door de bisschoppen gestuurd is, hebben al gespreksgroepen gehad. Ik weet bijvoorbeeld uit Nijmegen is er een parochie waar ze daarmee begonnen zijn, maar er zijn op meerdere plekken gebeurd dat. Dat is ook terug te vinden trouwens op de website van Luisterend op Weg. Daar staan een aantal hele mooie voorbeelden. Mensen die nu kijken kunnen ook even op de website kijken en zien daar kan niet vaker dan een aantal mooie voorbeelden. U hoort het van de bisschop zelf, hè? Zeker, ja, wij doen ook als bisschop, we zetten wel eens mee. Hè? Ja, ja, ja. Maar in die zin gebeurt er al van alles. Maar, nu, dat was ook in het vorige gesprek met de hoofdredacteur van het KN, er is ook een stukje onverschilligheid of zelfs tegenstand. En dan moeten we ook gewoon reëel in zijn dat dat ook in de bisdommen speelt. Ja. Helaas, zeg ik daarbij. Helaas, ja. Paus Franciscus heeft een stukje daarvan opgepikt en heeft 300 priesters uitgenodigd om hen te betrekken bij het synodale proces. Natuurlijk ook om naar hun behoeftes, hun noden te luisteren en hun meningen en visie voor de toekomst. Gaan er ook priesters uit Nederland naartoe, dat u weet? Wij hebben een priester geselecteerd. Die moet dan wel gevraagd worden, voor zover ik weet. Oké. Okay. Maar wij gaan ervan uit dat hij ja zegt. Mm. En dus we hebben ook een priester uit Nederland die aan die conferentie deel zou nemen. Dat was ook omdat al wel kritiek was dat er heel veel mensen waren uitgenodigd bij de eerste ronde van oktober vorig jaar. Maar dat er in verhouding weinig priesters of weinig parochiepriesters aanwezig waren. Ja, dat viel op. En die parochiepriester is natuurlijk toch van groot belang bij het recruteren, bij het motiveren van gelovigen. Ja, dus vandaar dat er nu een omissie, denk ik, wordt gecorrigeerd om met name ook te luisteren naar de gewijde priesters. Niet alleen naar het priesterlijk volk van God, maar ook de gewijden binnen dat priesterlijke volk van God. Ook om die aan het woord te laten. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Het is mooi dat dat gebeurt. En we wensen ook de priester die gaat en die ongetwijfeld ja gaat zeggen. We wensen hem heel veel succes. Zo kijken nu, denk ik. Ik denk het wel. Ja. Misschien, ik ben dan wel benieuwd, als u nou terugkijkt naar die synode tot nu toe. Wat is u dan positief opgevallen en wat is misschien een spanning, een zorg? Nou, de zorg is de omvang van de participatie. Ja. Die zorg deel ik, maar die is breed aanwezig, denk ik. Ja, wat positief staat er tegenover. Al die mensen die wel deelgenomen hebben. Hè. Dus het gaat toch om duizenden katholieken, ook in Nederland, die ook in de afgelopen fase al hebben deelgenomen. En die beseffen dat zij vanuit hun doopsel geroepen zijn om na te denken over hoe kan ik nu de missie van de kerk gestalte geven. Want daar gaat het over. Hè? De paus heeft, aan het begin heeft hij ook drie centrale woorden meegegeven. Dat ging over communio. Je bent niet in je eentje katholiek, maar je bent als communio, als gemeenschap katholiek. Dus dat gemeenschapsgevoel versterken. De participatio vanuit het doopsel. Dus je bent ook geroepen vanuit je doopsel om echt te participeren in het kerkelijk leven en tegelijkertijd ook een missionair te zijn. Daar hebben we al over even gesproken. Om dat evangelie niet voor jezelf te houden. En heel lekker knus in je eigen kleine parochie dat te beleven. Maar om, juist in de cultuur van vandaag, waar zoveel mensen het evangelie niet meer kennen, om wegen te zoeken, en dat is niet gemakkelijk, maar om ze wel te zoeken, hoe kunnen wij de persoon van Christus en zijn evangelie zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Misschien tot slot, zo concreet mogelijk, hoe zou u nou graag over pak een beetje 3 jaar willen dat we synodale kerk zijn? Hoe ziet dat eruit? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, we zijn ook niet van. Nou, wij wachten natuurlijk hoe de paus na de tweede ronde zal reageren. Er komt een, wat ze dat even noemen, een apostolische exhortatie. Er komt een document en daar zal de paus denk ik een aantal lijnen uitzetten om dat synodale proces in die wereldkerk voor te zetten. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk, denk ik, voor
ons land en voor de hele westerse wereld. Hoe kunnen wij het godsgeheim, de God die zich in Jezus Christus aan ons getoond heeft, hoe kunnen we daarover met mensen in gesprek? Want dat zie ik als de grootste, belangrijkste thematiek voor het westerse deel van de kerk. Omdat zoveel mensen leven onder een gesloten hemel. Ja, oké. Nou, mooi gezegd. Apostolische exhortatie komt er dus eigenlijk goed om te weten. Zit net onder de encycliek, hè? Zeker. Dus belangrijk document. Goed, Monsieur de Korte, heel erg bedankt voor uw komst. Graag gedaan. We wensen u alle goeds en heel veel inspiratie, ook voor uw collega-bisschoppen. En goede reis terug naar 's-Hertogenbosch. Dank u wel, hoor. Natuurlijk. Dank u. Onze volgende gast is Monique de Witte van de commissie Synodaal Proces van het netwerk Katholieke Vrouwen. Het netwerk is een van de drie partners van het synodeproject Luisterend op Weg. En maakt zich sterk om de stem van vrouwen te laten horen in dit synodaal proces. En Monique, wat fijn dat je hier bent. Fijn om hier te zijn. En lukt het een beetje om die stem van vrouwen te laten horen? Ja, ik denk het wel. En ik denk eigenlijk dat het ook gewoon heel goed lukt. We hebben net gehoord dat er wat twijfel is over de vraag of mensen wel zo betrokken zijn bij dit hele synodale proces en dit samen op weg zijn. Maar de katholieke vrouwen hebben laten zien dat zij wel heel betrokken zijn. Paus Franciscus heeft de handschoen geworpen. Het netwerk katholieke vrouwen heeft die opgepakt. En heeft onder Nederlandse vrouwen vragenlijsten uitgezet. Eigenlijk met de simpele vraag, hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk hier vandaag in Nederland? Ja. En daar hebben 2238 vrouwen op gereageerd. Zo. Dus dat vind ik toch een teken van behoorlijke betrokkenheid. En ook een teken van behoefte om je uit te spreken hierover. Het belang van het onderwerp. En dat heeft opgebracht toen dat die vrouwen behoefte hadden aan een kerk die opener was, inclusiever en zichtbaarder in de samenleving. De behoeften van die vrouwen gingen niet per se alleen over de vrouw, maar gingen ook over kerk zijn in een samenleving binnen een hele context. Nou, dat rapport is aangeboden aan Monsieur de Korte en in hem, in zijn persoon, aan de Nederlandse bisschoppen. Dan praten we zo'n kleine 2 jaar geleden. Als we dan even fast forward doen in de film, want er is een heleboel tussen gebeurd natuurlijk. Maar hebben we dan nu het rapport uit Rome voorliggen, het tussentijdse rapport, ja, met een hoofdstuk gewijd aan de vrouw. Ja. En als ik dan naar dat rapport kijk, met name naar die paragraaf Romeinse 2:9 die aan de vrouw in het leven en de zending van de kerk, niet alleen de zending, maar het leven en de zending van de kerk is gewijd, dan zie ik veel herkenning. Dan zie ik eigenlijk dat de dingen die in het rapport Zij heeft een verhaal, want zo heette ons rapport staan, dat die terugkomen in het rapport wat we nu uit Rome hebben gekregen. Dus dat het wereldwijd leeft, dat wordt in dat rapport wereldwijd bevestigd. Leeft. Ja. Dat behoeften, vragen, maar ook dingen waar vrouwen vreugde aan beleven. Want het is zowel datgene, natuurlijk, het accent ligt in dit soort dingen altijd op datgene wat je zou willen veranderen of wat je anders zou willen zien. Maar er gaan natuurlijk ook een heleboel dingen goed, dat moet je ook niet vergeten. Ja. Vrouwen, als ze 2200 zoveel vrouwen daar tijd en energie in willen steken, betekent het ook dat ze er iets vinden. Dus er gaan ook dingen goed. Absoluut. Maar er zit veel herkenning in. Ja, ja. En dat vind ik mooi. En dat betekent ook dat die stem niet alleen klinkt, maar dat die ook wordt gehoord. Dus dat we geen roepende in de woestijn zijn. Geweldig, geweldig. En kun je iets meer vertellen over dan de thema's die naar boven komen? Ja, als je kijkt naar, en dan heb ik het echt even over dat hoofdstuk Romeinse 2:9. Als ik daarnaar kijk, en alles wat ik nu ga zeggen gaat overigens onrecht doen aan het rapport zoals we dat uit Rome hebben gekregen. Want ik vind dat echt een heel mooi, open en eerlijk geformuleerd rapport. En ook heel evenwichtig. De dingen die niet goed gaan worden daarbij de naam genoemd. Maar de dingen die wel goed gaan ook. Dan denk ik dat de belangrijkste thema's die daar voor vrouwen even om te vormen, wat
maakt dat, het, dat je onrecht gaat doen aan dat rapport? Omdat je tekort moet samenvatten? Omdat ik er nu een aantal dingen ga uithalen. Ja, en dat betekent automatisch dat je andere dingen niet gaat noemen. En dat maakt het altijd lastig. Maar we hebben maar kort tijd. Precies. Dus ik moet toch even die onder dat eruit. Voorbehoud. Ik moet toch even die dingen eruit plikken. Wat er eigenlijk, denk ik, belangrijk is, is een behoefte aan gelijkwaardigheid van vrouwen in dat leven en de zending van de kerk, maar met behoud van hun eigenheid. Tweede thema is denk ik medeverantwoordelijkheid. Echt medeverantwoordelijkheid te dragen binnen die kerk. En het derde thema is uiteraard veiligheid. Dat blijft natuurlijk toch een thema. En dat is natuurlijk ook niet zo raar. En dat sluit eigenlijk ook wel aan bij dingen die buiten de kerk gebeuren. Want we focussen nu op de vrouw binnen de kerk. Maar een aantal van de fenomenen die we daar zien, zien we natuurlijk ook buiten de kerk. Ik hoef maar even te wijzen op dingen die in de Nederlandse Omroep bijvoorbeeld op dit moment spelen. En waar we proberen om organisaties ook proberen op allerlei manieren te werken aan een andere cultuur. Ik denk dat een aantal van die dingen die je daar in de wereld ziet, dat je die ook in de kerk ziet. Alleen voor de kerk is het iets vervelender. Omdat, en zo staat het ook trouwens in het rapport, problemen binnen de kerk ook de boodschap van het evangelie. En de bisschop legde daar ook aan het eind van zijn verhaal net zo mooi het accent op. Maar kwetsbaarheden in de boodschappen raken de boodschap. En zo staat het er ook. Als de kerk niet veilig is, kan men concluderen dat God niet veilig is om bij te komen. Enzovoort. Ja, ik weet niet of ik het zo zou formuleren. Maar het raakt in elk geval, zoals het in het rapport staat, in het rapport staat zelfs de geloofwaardigheid van het evangelie, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Juist. En dat is natuurlijk wel heel jammer als dat gebeurt, om het maar zachtjes uit te drukken. Absoluut. En Monique, welke ontwikkelingen heb jij gezien tijdens de synode? Ja, tijdens de synode. Nou ja, de synode was nogal besloten. Dus tijdens de synode heb ik eigenlijk helaas heel weinig gezien. Ik had er graag bij willen zijn als de spreekwoordelijke fly on the wall. Wat heb je gelezen in het Katholiek Nieuwsblad? Maar wat we gezien hebben, denk ik met z'n allen, is dat daar ook 54 vrouwen aanwezig waren. Dat die 54 vrouwen ook een stem hadden. Ik focus nu even op dat die 54 vrouwen daar ook een stem hadden. En dat ook uit ditzelfde hoofdstuk in het synoderapport blijkt, dat degenen die daar aanwezig waren, de wisselwerking die daardoor ontstond, ook als verrijkend hebben ervaren. Okay. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat zijn de belangrijkste discussiepunten geweest in de synode en hoe worden die aangepakt? Ja, omdat ik er natuurlijk niet bij geweest ben, is het moeilijk om te zeggen wat daar de belangrijkste discussiepunten waren. Ik moet het hebben van wat er in het rapport staat. Mm-hmm. Dat rapport kent per onderwerp en dus ook bij het thema vrouwen een drieslag. Er worden steeds eerst een aantal uitgangspunten genoemd. Dat zijn als het ware de startblokken van waaruit we nu vertrekken. Dan worden er punten ter overweging genoemd en dan worden er ook nog een aantal concrete voorstellen gedaan. Nou, uit die kopjes van die hoofdstukken kun je al wel afleiden dat het vraagpunt natuurlijk zit daar waar staat punten ter overweging. En dat ziet op het thema vrouwen, als ik het heel kort samenvat, met name op de vraag in hoeverre de ambten, en dan hebben we het in het bijzonder over het diakenschap, dat voorbehouden is aan mannen, in hoeverre dat ook kan worden opengesteld voor vrouwen. Dat is een lastig punt. En het rapport laat er ook geen twijfel over bestaan, dat daar heel verschillend over wordt gedacht. Want de ambten, dan gaat het dus over priesterschap en diakenschap. Maar het gaat met name over het diakenschap, daar wordt het meest over gepraat. Daar wordt nu het meest over gepraat, omdat als je het nou hebt over ergens bewegen, dan zou het natuurlijk veel eer voor de hand liggen om daar te beginnen dan meteen met het priesterschap. Je moet geduld hebben in sommige dingen. Okay. Maar goed, dat is dus een vraagpunt. En in het rapport is ook opgenomen dat, eigenlijk onder de voorstellen, is opgenomen dat de paus daar een onderzoek naar wil laten doen. Naar de mogelijkheden, onmogelijkheden bij onder theologen.
of door theologen. En dat voorstel heeft hij er nu eigenlijk al uitgepikt. En dat onderzoek wordt, voor zover ik weet, nu ook uitgevoerd. Okay. Dus ik hoop dat daar in oktober iets ligt als de synode verder gaat. Ja. En het netwerk Katholieke Vrouwen gaat uiteraard ook dit hele jaar door nog activiteiten organiseren op dit gebied. Kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat de NKV de stem van vrouwen nog meer laten klinken? Ja, nou ja, wij hebben ons natuurlijk ook even gestort op dit hoofdstuk in het synoderapport. We hebben een oproep gedaan aan vrouwen om in hun eigen kring over deze onderwerpen ook het gesprek te organiseren. We hebben daarvoor het synoderapport ook inderdaad geprobeerd iets handzamer te maken. Een aantal vragen geformuleerd, die kun je vinden op de overigens prachtige nieuwe website van het netwerk Katholieke Vrouwen. Die is prachtig geworden inderdaad. www.netwerkkatholiekevrouwen.nl. Wel even goed zeggen. Ja. Ik herhaal. www.netwerkkatholiekevrouwen.nl. Ga daar kijken. Daar staan alle materialen waarmee je zelf in je eigen kring een gesprek kan organiseren. En een kort formulier waarmee je de opbrengsten kunt teruggeven aan het netwerk. En dan gaan we hopen dat zij heeft een verhaal en wellicht een rapport komt, het verhaal gaat door. Iets dergelijks, dus dat doen we. En als partner in Luisterend op Weg organiseren we ook mee aan een gespreksdag op 2 maart in 's-Hertogenbosch, waar ronde tafels zijn, waar overigens de 4 thema's die zojuist zijn genoemd zullen worden besproken. En dat is belangrijk, want ik zei al, vrouwen willen ook praten over andere thema's dan alleen vrouwen. Het rapport zegt ook, hè, vrouwen zijn geen probleem. Dus dat is belangrijk. Ja. En voor die gesprekken thuis is het belangrijk dat ook mannen meepraten. Want we zijn per slotverrekening allemaal samen die kerk. Juist, juist. Nou, en met die oproep kunnen mensen thuis aan de slag. En ik zou zeggen, inderdaad, kijk vooral op die mooie website. En mannen en vrouwen, vrouwen en mannen. Er is ook nog, dat is goed om even te noemen, er komt een uitzending komende zondag van de KRO en CRV in de serie Kruispunt over vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Op zondag 5:10 op NPO 2. Monique, dank je wel voor je inzet voor vrouwen in de kerk en voor je aanwezigheid hier aan tafel. Heel graag gedaan. Mocht je nu zelf een bijeenkomst of gesprek organiseren over synodale thema's, geef dat dan door aan info@luisterendopweg.nl. En dan maken wij het bekend op de website, zodat belangstellenden zich erbij kunnen aansluiten. Dan gaat nu bij ons aanschuiven Monique van Dijk Groeneboer. We hebben vandaag 2 Monieken, dat kan gebeuren. Monique, fijn dat je er bent. Jij bent hoogleraar religieuze educatie aan, moet ik goed kijken, de faculteit katholieke theologie aan de Universiteit van Tilburg. Ja, check. Helemaal goed. Je bent vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het synodale proces. Je was in Praag, was je erbij. Je bent in Portugal geweest en je was onlangs 2-3 maanden in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Wat was je daar aan het doen? Ja, dat was wel echt natuurlijk, vooral voor mijn inspiratie. Het was een sabbatical leave voor het eerst in mijn leven. Kan het iedereen aanraden, dat is fantastisch. Maar om toch bij de zaak te blijven, was het ook heel bijzonder om juist letterlijk de wereld over te vliegen. En daar iedere zondag een kerk in te stappen en je thuis te voelen komen. Ja. En dan besef je weer hoe bijzonder het is dat je onderdeel van zo'n wereldkerk bent. En dat is prachtig. Dus dat je alle rituele gebaren kent, dat je aan kan sluiten en gewoon mee kan vieren daar. En wat ook interessant is, is dat je ziet dat het ook overal wel anders gaat. En dat het ook volgens mij heel ingewikkeld is om paus te zijn van zo'n wereldkerk. Want in Australië en Nieuw-Zeeland is het allemaal toch iets anders. En daar is bijvoorbeeld, dat was een van de redenen voor mijn leerstoel om te gaan, is om te kijken naar hoe mensen vanuit hun wortels leven. Hoe ze echt met de natuur omgaan, met het leven omgaan. Maar als je op zo'n eiland leeft, dan weet je ook dat je veel meer van elkaar afhankelijk bent. Dus mensen zijn ook veel meer op elkaar aangewezen. Dus je voelt daar ook nog dat ze weten dat je klaar staat voor een ander. Dat gaat er automatisch, omdat je het te doen hebt met elkaar. Ja. Dus dat doet iets.
En je ziet ook in de kerken daar, dat ze daar natuurlijk ook niet heel veel priesters hebben zoals wij bijvoorbeeld, hè, dat is daar vergelijkbaar, maar dat er eens in de vier weken een priester is en dat die andere weken vrouwen een woord- en communiedienst met elkaar verzorgen. Ja, ik vind dat ook ontroerend. Yeah. Ik zeg niet dat dat het allerbeste is, maar ik zeg wel wat inspirerend dat er zoveel variëteit is. En dat overview effect krijg je als je wat verder kijkt. En dat is natuurlijk mooi, als ik nog mag, dat deze paus uit een heel ander continent afkomstig is. Dat merk je ook aan alles. Dat hij ook wijst op dat eurocentrisme wat wij hebben. En in Nederland, ik weet niet of daar een mooi woord voor te vinden is, maar Nederland denkt ook dat ze de wereld zijn. Maar ja, de Wereldkerk is gelukkig veel groter. En ik vind het ook verruimend. Dus letterlijk het verruimen van de tent kan je dan wel voelen. Dus het heeft me op die manier erg geraakt. Ja, dus eigenlijk heel dubbel. Je ziet aan de ene kant van, hé, ik ben in die ene kerk die overal hetzelfde is, maar je ziet ook wel heel opvallende verschillen. Ja. En hoe heb je dan vanuit daar gekeken naar de synodale ontwikkelingen? Ja, ik moet zeggen dat het daar ook niet van de muren afspat dat iedereen het erover heeft of zo. Dus de kerkgangers die je daar treft, heb je mooie gesprekken mee. Maar ook daar hoor je er niet zoveel over. Je ziet dat de praktijken soms wel anders zijn, zoals ik net bijvoorbeeld noemde. Maar dat zie je ook als je bijvoorbeeld hebt gezien in Europa. Ik was natuurlijk echt een van de gelukkigen om in Praag aanwezig te zijn. Zoals ik gelukkig nu ook hoor dat Monsieur Hogeboom zo'n geraakt. Dus als je dan ziet dat je met zoveel verschillende mensen kerk bent. En dat je dus synodaal luistert naar elkaar. Dat betekent dat je dingen hoort die je helemaal niet zo leuk vindt om te horen. En dat klopt ook. En dat is denk ik, nou, dat is altijd zo. Dus het kan best zijn dat er mensen, er zijn landen bijvoorbeeld zoals in Hongarije of in de Oekraïne, waarin heel duidelijk wordt dat zij het heel moeilijk vinden om ruimte te geven aan LGBTI-gemeenschap en de plek die ze mogen hebben. Of vrouwen daar meer ruimte te geven. Terwijl er andere landen zijn, ik hoef maar Duitsland te noemen, daar waar het extreem bijna de andere kant op gaat en bijna op een kerksplitsing uitdraait als we die synodale week koppelen aan het synodale proces, omdat dat toch hele andere dingen zijn. Maar je ziet hoe verschillend Europa is en dat zijn we ons soms helemaal niet bewust als Nederlander. Mm-hmm. En dat is heel gezond om daar wel meer op te letten en dat er dan nog hele andere continenten zijn. Dus ook Europa is niet de hele kerk. En als je nou vanuit Nederland uitzoomt, wat valt dan op, zeg maar, in de Nederlandse context vergeleken met wat je elders ziet? Ja, ook daarin zie je toch steeds wel dat er een enorme diversiteit is. En dat we ook niet moeten denken, zoals Monique net al zo mooi zei, dat iedereen hetzelfde denkt. Of dat alle vrouwen hetzelfde willen. Dus ik vind er openheid, er zijn toch meer gesprekken. Ik vind het op dit moment heerlijk om katholiek te zijn, ook in Nederland. Omdat je ziet, er is wel iets gaande. Iets wat heel lang niet gaande is geweest, dat we met elkaar spreken. En die input krijg je ook vanuit de digitale media, gelukkig. Dat je nu, ik heb mensen ontmoet daar en die zie je nu nog steeds. Dus ik spreek een vrouw regelmatig die in Zwitserland in de kerk is, waarin veel meer mogelijk is, waar veel meer samen over beleid wordt nagedacht bijvoorbeeld. En zij was in Rome er weer bij, dus dan hoor je inderdaad na afloop weer hoe zij dat daar heeft ervaren. En dan ga je dus wat ruimer kijken, ook als Nederlander. En ik denk dat dat ons talent zou kunnen zijn, als we iets over die grenzen heen durven kijken. Okay. Maar op dit moment is dat in Nederland niet de beste stroom, volgens mij. Wij worden allemaal wat gepolariseerd in de media. Veel buiten de kerk bedoel je ook breed. Ja, zeker. Ik snap waar je het over hebt, denk ik wel. Het gaat ook heel veel over inclusiviteit. Het is net ook genoemd. Een welkome kerk. Maar er is onlangs een verklaring verschenen. Fiducia Supplicans, als ik het goed uitspreek. Daarin gaat het over het zegenen van relaties die, buiten het standaard plaatje vallen, zal ik het zo maar zeggen. Waar gaat volgens jou die verklaring over? Nou, ik denk volgens mij dat de paus er nu niets meer aflaat. Misschien wel omdat hij al op leeftijd is en denkt, ik kan nu nog zo doen. Dit is een proces waar we in zitten. Mijn promovenda, Corine Hagens, doet er prachtig onderzoek naar. Het gaat echt over een proces. Dus het is iets wat niet iedereen wil horen. En tegelijkertijd zegt hij het wel. Dus het gaat erom, er is ruimte voor iedereen. Toeti toeti, ik hoorde net Monsieur de Korte ook al zeggen. Op die Wereldjongerendagen was het voortdurend het thema. Niemand is uitgezonderd. Dus ieder mens is op weg. We zijn samen in het proces. En misschien hoor je nu wel dat je het niet fijn vindt dat er een zegen mogelijk is. En hoe die zegen dan precies mogelijk is. Maar dat ieder mens gezegend mag zijn en zich gezegend mag weten. En dat God daar ook voor iedereen is. En terug, dat is zo prachtig. Ik ben altijd weer ontroerd wat er dan nu weer verschijnt, maar ook deze notitie. Je noemde ook even net dat tutti tutti of todos todos, zoals op de Wereldjongerendagen klonk. Ja. Je bent daar geweest, ja. Ook vanuit jouw professionele achtergrond. Je hebt naar de jongeren daar geluisterd. Wat heb je daar geleerd over hoe jongeren in de kerk staan?
Nou, het is prachtig om daar te zijn geweest, dat ten eerste. En ook prachtig om daar te zijn met ons als kerk samen. Met bisschoppen samen die er waren, met jongeren samen onderweg. En dat je ook daar ziet dat het natuurlijk geen eenheidsworst is. Ook die 1000 jongeren uit Nederland waren niet allemaal hetzelfde. Er waren er die heel enthousiast waren, er waren er die helemaal niet enthousiast waren. En alles daartussenin. En dat het is zijn mooi. Net mensen, jongeren. Ja. Nou, het niet gekker voor, dat dacht ik daar, daarom. En wat ik ook erg mooi vind, is dat ze toch allemaal meegaan zo. Week of sommige zelfs dus 2,5 weken op reis gezamenlijk. En dat ze beseffen dat je daar dus met 1,5 miljoen, 2 miljoen mensen bent. Dus dat je niet alleen bent, want in hun parochie zitten ze vaak wel alleen. Ja, en dan besef je ineens, oh, we zijn samen kerk. En ja, dat inspireert mij ook enorm. Daar krijg je kippen wel van dat je daar met z'n allen bent. Maar ook zij hoorden zeggen dat iedereen er mag zijn. Met je vragen. Ze zijn ook samen op weg gegaan. En ook weer via die digitale middelen en die social media bereiken ze elkaar ook. In Nederland zijn die contacten natuurlijk dat je elkaar toch kunt zien. Dat je wekelijks, soms zelfs dagelijks samen bidt. Jongeren die samen de rooskrans bidden, omdat ze allemaal aan de computer tegelijkertijd zitten. Die elkaar weten te vinden, dat is natuurlijk wel een grote meerwaarde daarvan. En beseffen dat je onderdeel bent van zo'n grote wereldkerk en daar niet alleen in staat. En eigenlijk is dat het verlangen van jonge mensen, dat ze er niet alleen staan. Dat zij gezien en gehoord worden, het verlangen van ieder mens, denk ik. Ja. Maar misschien nog meer als je als jongere vrijwel als eenling in jouw parochie bent. Ja, en ook zoekend bent naar wie wil jij zijn in de wereld. Dat is natuurlijk juist bij jongeren het proces, hè? De identiteitsontwikkeling en waar wil ik bij horen. En als je dan bij niemand hoort, behalve bij een paar grijze... Ik snap best dat ze dat lastig vinden. En dan leeftijdsgenoten vinden om gewoon over die wezenlijke levensvragen te spreken. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en dan zijn die wereldjongerendagen zijn natuurlijk. Ervaringen bij uitstek. En... Maar ook wat ze meenemen en wat in Nederland ook weer gebeurt. Dus de WJD thuis, het hoeft niet allemaal ver weg te zijn. Ja. Alleen ik merk zelf, gezien mijn reizen dit jaar, wat het met je doet als je van een afstand weer kijkt. En dat je dan het soort gezonde heimwee daarin krijgt en voelen, hier ben ik thuis. Maar ik ben toch niet alleen ook wel naar dat. En namens die jongeren, ze zijn natuurlijk heel divers. Maar valt er toch nog een of andere boodschap namens hen aan de kerk te geven? Wat zou jij zeggen? Ja, ook zij zijn de kerk, dus het is een hele interessante, maar ik zal niet in die discussie nu stappen. Maar, heel terecht opmerking. Wij zijn allemaal de kerk en ik denk dat ze dat ook zouden willen horen. Luister gewoon zoals wij zijn. Mm-hmm. En schrijf ons niet voor hoe iets zou moeten of hoe jullie vinden dat de kerk had moeten zijn of zou moeten worden. Wij zijn samen kerk, luister ook naar ons. Hier ben ik. En dat geldt over aan weer, denk ik. Ja, dankjewel Monique voor deze prachtige en inspirerende woorden. Heel graag gedaan. En bedankt om hier te zijn. Dankjewel. Ja, dus na deze mooie interviews hebben wij nog een aantal mededelingen. En, want de komende tijd staan er heel veel synodale gespreksbijeenkomsten gepland in Nederland. En maandag 11 maart bijvoorbeeld in de Sint-Vitus-parochie in Leeuwarden. En dinsdag 12 maart in de Nicolaas Basiliek in Amsterdam. Ja, je kunt heel Nederland door als je zou willen. Je kunt gewoon in Nederland blijven, maar je kunt wel overal in Nederland iets beleven. Je kunt elke avond bijna. Ja, dus de Martinus Parochie in het Brabantse Kuik. En je hebt altijd baas boven baas. Die organiseert 4 avonden over synode thema's. En... Nou, Nadia, vanaf morgen kun je ook bij de Dominicanen in Rotterdam terecht. Morgenavond, de eerste woensdagavond en dan volgen er nog 4 avonden over synodaliteit bij de Broeders Dominicanen in Rotterdam. Ja, heel goed. En het Gelderse Bennekom organiseert... organiseert de parochie ook een bijeenkomst op dinsdag 26 februari. En dan is er zaterdag 2 maart een grote landelijke bijeenkomst in het Sint-Jan-centrum naast de kathedraal in 's-Hertogenbosch. Die bijeenkomst is al vol helaas, maar laat u niet ontmoedigen. Kijk gewoon even op luisterendopweg.nl voor inspiratie voor eigen bijeenkomsten die u kunt initiëren. Ga naar luisterendopweg.nl. Nou, alle informatie over het landelijke aanbod is te vinden op rkkerk.nl en uiteraard luisterendopweg.nl. Daar vind je een synode toolbox. Als je wil weten wat het is, ga het even bekijken. En dan kun je zelf aan de slag rondom de synode thema's. Ja, we zeiden het eerder al. Zijn er in jouw parochie
of omgeving ook synodale initiatieven, meld ze via info@luisterendopweg.nl, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Houd ook vooral de website in de gaten en natuurlijk abonneer je op de nieuwsbrief. Dan was het dat voor nu helaas alweer. We willen graag iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan dit Synodecafé. Ik noem nogmaals onze gasten Anton de Wit, Monsieur de Korte, Monique de Witte en Monique van Dijk. En we willen ook graag alle mensen van Theater de Leeuw hier in Arnhem bedanken. Ik noem Lennart, alle andere mensen. Hartelijk bedankt. En uiteraard u ook bedankt voor het kijken en het chatten. We komen zeker nog een keer hier terug om u bij te praten over alle ontwikkelingen. Tot ziens. Tot ziens.